komt aan de zomer. Geef wel links. Is goed. Adjudant rechts vandaag doen. Normaal heb ik ook een linker adjudant, maar die zit met een blessure thuis. Ja. Gesneuveld in de strijd. Nou, hier nemen we meestal even een tijd voor, die speltjes zijn erg lastig. Dus we houden van tijd rekken. Jullie hadden het niet voor op schema, dus wat dat betreft hebben we wel iets aan. Nu loopt het uit op schema. Ja. Doen we niet zo moeilijk over, zijn we gewend om dat te doen. Ga sneller als je bent. Ja? Ja. Hartstikke leuk dat je hier bent. Dank je wel. Zo, het is gestopt. En dan gaan we eens. Wij zijn hier best wel aan het doen. Zeg ik het niet. Maar goed, ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier zijn. En ja, uiteraard kan ik blij met ons zijn. En we hopen dat we ons ook aan het feest kunnen uitzetten. We hopen dat we een hele fijne dag hebben. Yeah.
Erik en rechts. Want links is helaas erin. Oeh, dat is niet fijn. Nee, dat komt vast van die zware. Ja. Oeh, jakkes, jakkes. Nou, dan maar hopen dat het gauw over is voor volgende week. Dat is belangrijk, toch? Ik geef even het woord aan Prins Erik. Dank u wel en voor het warme welkom uiteraard. Inderdaad, links is thuisgebleven vanwege een blessure. Beter even rust nemen voor een zware week carnaval. Daarnaast hebben wij nog een normaal hofnaar om ons heen. Die hebben wij ook thuis gelaten, althans in Oeteldonk in het zuiden van het land. Die heeft een studie af te lopen en af te sluiten. Dus vandaar. Wij zijn allemaal hartstikke blij dat we hier voor u mogen staan. Ik wil het ook niet al te lang houden, want hier moet u de hele middag staan. Ik ga gewoon over tot onderscheidingen en de felicitatie. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Zo is dan ga ik nu even het woord geven aan onze jeugdprins Jordi. Nou, hallo allemaal. Ik vind het leuk dat jullie zijn, op onze receptie. En ik wens jullie een fijne dag en een fijn carnaval. Allah! Ik wil ook even die onderscheidingen willen ophangen bij Prins Erik. Helemaal goed mogen, denk ik. Ja. Hij valt wel op, zie ik wel, want zo'n mooie kleur.